De brandweer moest vanochtend rond 5 uur uittrekken voor een brand in een pas geoogst korenveld aan de Pilotenweg in Emmeloord. Volgens een woordvoerder breidde het vuur van de bermbrand zich snel uit naar het stoppelveld. Door de droogte en de wind was de brand moeilijk onder controle te krijgen. Daarom werden ook blusgroepen uit Nagelen, een watertankwagen uit Vollenhoven en een schuimblusvoertuig uit Lelystad opgeroepen. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.